Koning Willem-Alexander bracht donderdagmiddag een werkbezoek aan de fabriek in Maasbree en de bakkerij in de Boekent. Goeiedag. Dank u wel. Fantastisch om hier te zijn. Mooi weer geregeld. Ja. De directie van Rendis, Vivian Kersten en Peter Broekmans gaven uitleg over de maatschappelijke onderneming Rendis die deze locaties exploiteert. Broekmans bezocht in het begin van dit jaar de nieuwjaarsreceptie van de koning. Naar aanleiding van deze receptie bracht de koning donderdag een bezoek aan deze twee projecten. Willem-Alexander maakte tijd voor de deelnemers die er werkzaam zijn. Hij bezocht de dagbestedingslocaties en de binnenspeeltuin. Ook bezichtigde de koning de bouwwerkzaamheden van de fabriek. De 99-jarige Sjaak Kuipers overhandigde namens alle gasten van Atelier de Fabriek een zelfgemaakt vogelhuisje. Kuipers is de oudste gast van Atelier de Fabriek. Heel hartelijk bedankt. Dank je wel. Heel mooi. Hartelijk bedankt. Samen. Graag gedaan. Na zijn bezoek aan de fabriek ging de koning naar de bakkerij in Boekent, ook onderdeel van Rendis. Oh, dat doet u snel. U hier. Rendis is een maatschappelijke onderneming die zich richt op dagbesteding en activiteiten voor mensen met een beperking en afstand tot de arbeidsmarkt. Op 9 verschillende locaties in Noord-Limburg exploiteert het horecafaciliteiten, dagbestedingslocaties en speelruimte voor kinderen. Ook biedt de organisatie werkervaringsplekken voor mensen die weer in het arbeidsritme willen komen. Ook in de Boekent kreeg de koning een rondleiding en sprak hij met deelnemers en werknemers. Kies, oude tafels. En wat ben jij aan het maken? Flesje. Die mensen anders in de glasbak voor je. Nadat de majesteit op de foto was gegaan, vertrok hij rond 14:15 weer. En daarmee kon de rust weer terugkeren in Noord-Limburg. Volgende week zendt Omroep PNM een uitgebreide reportage uit over het bezoek van de koning aan Maasbree en Boekent. Ja.